Van links, verder links, het is in Brabant wat hij zegt. Pak uw sjaaltje vast en draai nog in een keer. Na drie dagen draaien zijn wij een beetje dol, zeg tegen Karel. We staan hier bij de grootste carnavalist van het westelijk halfrond, Frank van Maasdijk. En we zijn hier in een voormalig pand van een supermarkt in Wijchen. Helemaal volgestouwd met onderscheidingen van carnaval. Hoe komt dit, Frank? Ja, dus ik ben begonnen bij net echt een groesbeek met verzamelen. En dat was in 2007. En ja, ik vond die dingen zo prachtig, dus ik ga maar door verzamelen. Ja, maar ik werd afgelopen jaar ziek. En toen dacht ik, oh, dat kan ik niet meer. Dus ik dacht, nee, ik ga dat opzetten. Ja, dus ik ben gaan verzamelen. En ik kreeg steeds meer. En toen heb ik meneer Vertiel gevraagd, makelaar, heb ik gevraagd om een winkelpand. Om daar al mijn carnavalsmedailles uit te stallen. Nou, de grote sponsors hebben mij allemaal geholpen met alles. En dat vind ik super dankbaar. En super voor de gemeente Wijchen dat ze mij maar alle kanten helpen, alle bedrijven, en het is gewoon gigantisch hoe dit van elkaar is gekomen. Maar ik begrijp dus dat het niet allemaal jouw onderscheidingen zijn, je hebt ze niet allemaal zelf verdiend. Nee, ik heb het niet allemaal zelf verdiend. De meeste heb ik gekocht en links en rechts allemaal gekregen van mensen die zeggen, ja, mijn man is helaas vorig jaar overleden, ik heb een onderscheiding, ik weet niet wat ik ermee moet doen. En dadelijk, als ik zelf er niet meer ben, dan gaan ze de kliko in. Dus kun jij ze bewaren? Het is goed, ik bewaar ze wel en ik leg ze hier neer. En ze komen dadelijk, als het over is hier, dan komen ze op de zolder bij mij. En dan mag de volgende generatie mag hem gaan uitstallen, maar dan heeft hij iets groter nodig dan dit. Hoe kom jij zo bij om dit te gaan verzamelen? Ben je zo gek van die onderscheidingen? Ben je nou helemaal zo gek van carnaval? Wat is nou het virus wat jou te pakken heeft? Het virus dat mij te pakken is, ik ben chauffeur bij Net Echt geweest in Groesbeek. Daar heb ik 5 jaar lang de prins, elke dag of elk jaar een nieuwe prins gereden met een busje. Naar kroeg, naar kroeg, naar kroeg. En ja, bij elke prinsenvereniging krijg ik een onderscheiding als buschauffeur. Maar ja, toen kwam ik ook in de raad van 11 van Net Echt. Daar heb ik dus een jaar bij gezeten. En ja, de medailles werden groter en mooier. En jij bent niet de enige die zo gek is op die onderscheidingen, want wie komen er vandaag eigenlijk allemaal? Nou, vandaag ja, sowieso de burgemeester even openen met Prins John. Ik denk dat hij stik jaloers is, want zoveel onderscheidingen heeft die man zelf niet. Nee, die man heeft echt geen onderscheidingen. En het mooiste is, dat vind ik heel leuk, ik lag november dus in het ziekenhuis CWZ en er was... De grootste prins van Knotsenburg werkte daar, op mijn afdeling, waar ik lag op de hartafdeling. En ja, die kwam bij een bed en ik vroeg hem, God, heb je een onderscheiding van mij? En toen heb ik hem uitgelegd wat ik allemaal van plan was. En toen heb ik hem uitnodiging gestuurd. Dus meneer Knotsenburg, die komt vanavond ook met de jeugdprins. Nou, dat is toch super, dus die mensen die gaan er ook aan. Die mensen gaan super aan het hart en ja, de Moorslanders komen en de Berendonkels komen en de Hosanneke komt spelen. En ja, er zullen wel meer endigen nodig dan die allemaal komen. Nou, jullie natuurlijk, hè? Jullie zijn aan het filmen, maar jullie zijn ook super. Ja, dit konden we niet missen. Hè? En wordt het voor jou vandaag ook hossen en dergelijke? Nee, voor mij wordt het echt niet hossen, want ik heb gisteravond ben ik tot 12 uur doorgegaan met alles omleggen, goed zetten, goed voorbereidingen nog. En ik heb vanmorgen om 10 uur ben ik weer begonnen, tot nu nog, en ik ga nog door tot 10, 11 uur. Ja, dan weet je al hoe ver ik ben. Helemaal op en helemaal gaar, denk ik. Ik ben helemaal op en gaar. Ja. Maar ja, ik heb dus ook hulp erbij. Dick Vogelzang, PR, en een meneer van de Gluit, Willy, ik ken iedereen. Ja. Ja, mijn vriendin dan en Wouter van Elk. Dat zijn allemaal jongens van Wijchen Schaats die mij een hartje onder de riem steken. En dat is super bedankt. Dat is geweldig. Nou, we wensen jou heel veel succes met deze tentoonstelling. En wie weet zijn er nog mensen die allerlei onderscheidingen ergens op zolder hebben liggen of wat dan ook. Die ook nog willen helpen om het nog verder uit te breiden. Ja, degenen die dan onderscheidingen hebben en niks meer mee doen. Graag. Ik sta op Facebook, Frank van Maasdijk, apenstaartje@gmail.com. Dan kan ik ook mailen. Ik kom ze graag halen. Voor misschien een volgende tentoonstelling als ik
ja, over 10 jaar 60 ben. Dankjewel. Wat een gezelschap hebben we hier. Burgemeester, wethouders, prinsen, adjudanten. Een royaal gezelschap. Welkom ook aan de sponsoren, zoals Frank ook al noemde. Frank vroeg mij om te helpen bij de voorbereidingen van zijn verzameling, zo'n verzameling te showen. En ook als spreekstalmeester, niet mijn dagelijkse ding. Ik kom van boven de grote rivieren. Maar het is voor een vriend en we kennen hem allemaal, dus het is een waar. Je ziet hier voor u het prinsenkabinet van prins Lars de Eerste. Ja, naamsverandering doen jullie morgen pas, heb ik vernomen. Maar ik zeg het toch nu, beste Urnerijkers. In het bijzonder Frank en natuurlijk mijn collega prins John. Met je kleurrijke kabinet. Ik zie ze niet, maar... Mijn prinsonderscheiding.